Dit is Duindorp. We hebben ook een neutraal hoor, maar... Oh, dit is wel heel erg lekker. Wil je dit? Ja. Gaan we die doen? Ik ben Monique van der Kooi en ik ben naast mijn gewone werk voorzitter van de Stichting Voor Jou. Een stichting voor verwenzorg voor mensen met kanker. We organiseren verwendagen, ontspanningsweekenden en voetmassageprojecten onder andere. En vandaag zijn we hier in Dordrecht gestart, zodat er één keer in de week masseurs aanwezig zijn om de mensen tijdens de chemo een voetmassage te geven. Heb je al eens massage gehad? Nee, nog nooit. Oh, oké. Okay. Nee. Ik heb zelf kanker gehad en ik heb hier ook mijn chemokuren gehad in Dordrecht. Massage kan een stuk ontspanning bieden, maar kan ook helpen tegen pijn, tegen misselijkheid. En het vermindert de angst. Juist door de ontspanning gaan mensen misschien of hopelijk zelfs wat meer ontspannen de ruimte weer uit. Nou, de voetmassage is heerlijk. Het is lekker ontspannend en heel rustgevend. Het haalt de stress er een beetje af. Ja. Dit werkt ontspannend. Ik ben nu net bezig en ik merk nu zit ik te praten en dan ben ik met dingen tegelijk bezig. En ik merk dat ik dan, terwijl ik moet het nu loslaten, ja. En als ik het nu loslaat dan, ontspant heel erg. Ja. Je haalt de symptomen of de gevolgen van de chemo niet allemaal weg. Maar het kan wel allemaal net wat verzachten en een wat fijne associatie met het ziekenhuis geven. Wanneer bent u tevreden als masseuse? Als mensen ontspannen zijn. En dat zie je vaak al aan het gezicht.